Ieder en zich zal buigen voor deze waarheid. Maar Satan wil er graag, als hij de leer niet kan aanvallen, dan zal hij altijd proberen met de personen te doen. Nou, dus ja, goed, dat wou ik even zeggen ter verduidelijking, dat is de situatie nu. En we gaan nu verder met Gods woord over het woord. Het woord over het woord is eigenlijk officieel de benaming. En ja, op mijn lijstje stond 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, die heb ik vorige week dan ook gebruikt. Maar die wil ik dan toch nu nog eventjes aanstippen. En laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we met elkaar zijn hier en we hebben uw geest nodig en we danken u voor uw woord, want dat moet ons opbouwen. En dat we allen eensgezind zijn, met één mond, eendrachtelijk u zullen verheerlijken, Vader. En dat doen wij door ook gehoorzaam te zijn. Niet alleen door mooie liedjes te zingen eendrachtelijk, maar vooral eenheid in de leer te hebben. Daar zit onze identiteit in Christus en daar zit ook onze eenheid in, Vader. En dat we daar ook de gezamenlijkheid in zullen hebben. Vader, ik bid zo echt voor verlichting door uw geest, ook op het woord vandaag weer. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Een bekende tekst, hè? Die gebruiken we vaak. Daarom danken wij ook God. Paulus dankt God ook echt, hè? Zonder ophouden. Voortdurend is zijn gebed van dankbaarheid. Dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. Dus het woord der prediking. Dus het woord wat gepredikt werd door Paulus. En de brief begint Silvanus in Timotheus. Dat woord hebben zij gepredikt en dat was een prediking van hun die ze hebben ontvangen. Gelijk hebt gij het aangenomen hebt, niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. En dat is cruciaal, want dat hebben we ook namelijk nodig. Dat je gelooft in een Bijbel die ook krachtig is, die werkt. Maar het werkt, wanneer werkt het? Als je het gelooft. En wat leert het woord? Dat Paulus onze apostel is en dat we het woord en waarheid recht moeten snijden. Dat is wat wij nu geloven, dat is de gezonde leer. En dan zal je ook zien, als je dat ook naam neemt als zijnde Gods woord. Want ja, die Paulus, nou ja, dat is toch maar, wat is dat voor, heel veel mensen hebben wat tegen Paulus. Dat is ongelooflijk. Als je zegt Jesaja, Mozes of noem maar op, dan hoor je dat niet. Maar Paulus, nee, is een vrouwenhater. Of noem maar een paar dingen. Die is niet echt populair, hè? Hij heeft mooie dingen geschreven, maar nee, het is de apostel van de heidenen door de Heer Jezus Christus persoonlijk geroepen. En hij heeft dat woord opgeschreven en het is Gods woord. Hij spreekt de woorden van God. En het werkt daarom ook waar? In u. Die gelooft. Je moet het geloven. Dan zal het zeker in je gaan werken. Ja, dus ja, er zijn er velen die de Bijbel lezen. Ik weet nog wel een tijd geleden, nou hoor je niet zoveel meer van, maar Nico Terlinde had toen ook Bijbelverhaal, het verhaal gaat, weet je wel. Heeft hij de Bijbel een beetje herschreven en zijn visie erop gegeven. Maar hij gelooft het niet. Daarom wordt het allemaal veranderd. En dat zien we natuurlijk om ons heen. Denk aan de Bijbelvertalingen. Denk aan de mensen die zeggen, ja, nou ik geloof het zolang het voor mij uitkomt. En anders, dan wordt er een andere uitleg aan gegeven. Maar zonder geloof heeft zelfs de beste prediking, want hier gaat het ook over de prediking van Gods woord, de beste preek heeft dan helemaal geen enkel effect. Als men niet gelooft dat het ook Gods woord is. Ja, en wat zie je het resultaat? Als je dat doet, zie je ook resultaat. In vers 12 roept hij op dat een betuigt dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden. Nou, en als je kijkt in hoofdstuk 1, dan zie jij in vers, waar stond het ook weer, dat zij zijn, oh ja, vers 7. Vers 6, gij zijt onze navolgers geworden. En des Heren, zie je? Dus van Paulus en dus ook tegelijkertijd van de Heren. Dat is precies wat Paulus zegt. Volg mij, want ik volg Christus. Dus ja, dan zie je de autoriteit, hè? En zie je het woord aangenomen hebbende. Ze hebben het woord aangenomen in veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dus ja, en dan zie je, dat gaat ook rondom, wordt dat bekend, want van u is het woord des Heren luidbaar geworden. Dus het is bekend geworden. En niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof. Dat op de eerste plaats. Niet van kijk eens wat wij allemaal doen, maar uw geloof. Uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij daarvan
niet van noden hebben daar iets van te spreken. Dus het geloof, dat zagen ze ook, dat had ook een uitwerking in die verdrukkingen. Want ze hebben het in verdrukking aangenomen met veel blijdschap van de Heilige Geest. Nou, daar heb je kracht voor nodig, hoor. Dat is kracht van Gods genade, ja. En dan zie je, dat hebben ze aangenomen. En Paulus roemt erin. En de mensen in de stekendom, het is gewoon bekend geworden wat daar gebeurt. Dus een geloof wat werkt. En dat komt omdat ze hebben Paulus, die predikte het woord van Gods genade. Want dat is nu voor ons. En dan zie je ook dat het werkt in een ieder die het gelooft. Omdat ze neemt het ook aan als Gods woord. En dat is het ook. Want de hele Bijbel is Gods woord, toch? Ja? Maar wat moet je prediken? Nou, we prediken de hele Bijbel. Zeker weten. Maar voor zondag is voor mij altijd het belangrijkste dat we natuurlijk de apostel Paulus, zijn brieven, dat we die verkondigen. Want daar ligt onze opbouwing. Daar ligt onze versterking. En de werking. Dat het werkt omdat je het gelooft. En een voorbeeld van dat, kijk in 2 Korinthe 7. Zie je een mooi voorbeeld ervan. Dat het ook werkt in u die gelooft. Want we weten, de Korintiërs, daar was natuurlijk van alles aan de hand. In de eerste brief lees je over rechtszaken, hoererij, partijschappen, vleeselijk. Al dat soort dingen, die waren daar aan de hand. En daar heeft hij dus hun in de eerste brief vermaand. Ja, ja, niet leuk, hè, vermanen. Ja, dat hebben we ook moeten ervaren. Maar de Paulus doet het ook en hij heeft hun daarin vermaand in die brief. De eerste brief aan de Korintiërs. En dan zie je in 1 Korinthe 7... Vers, 2 Korinthe 7, vers 8. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet. Hoewel het mij berouwd heeft. Kijk, Paulus die vond het niet leuk om het te vertellen, om hun te vermanen. En als ik zelf nu even denk aan de afgelopen tijd, heb ik ook gedaan. Het is niet leuk, helemaal niet. Ik zou het liever niet doen, ik zou liever in de bank zitten als dat je dat moet doen. Maar Paulus zegt, maar toch berouwt het mij niet. Ik kom er helemaal in, het gaat niet om mij hoor in dit geval, maar het is toevallig actueel. En toch berouwt het hem niet. Waarom? Kijk, ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel u voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Dus het heeft hem wel bedroefd, die vermaning. Ja, vind ik niet leuk om vermaand te worden. Maar wacht even, hij komt in Gods woord, hè. Geef Paulus niet de schuld, geef niet mensen de schuld, maak er niet mensen van, het gaat om Gods woord. En dat vermaant jou. Als het natuurlijk ook terecht gebruikt wordt, hè? Dat vooropgesteld. Maar voor een kleine tijd heeft het de Korintiërs bedroefd. En kijk, in vers 9. Paulus bedroefde het ook natuurlijk wat hij daar zag. En dan zegt hij in vers 9. Nu verblijd ik mij. Niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Ja, dat is zo. Kijk, je kan natuurlijk ook dingen, het woord gebruiken, maar ook misbruiken. Je kan ook persoonlijke afrekeningen natuurlijk. Hè? Oh kijk, nou ik mocht hem toch al niet, dus dat komt mooi uit. En die zullen we er wel eventjes uitwerken. Dat zijn persoonlijke dingen. Nee, Paulus, ik verblijd mij. Dat, niet omdat jullie bedroefd zijn geweest geworden, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Daar zit een blijdschap. Dus wat hij geschreven heeft, dat heeft ook effect gehad, omdat ze in het gelooft. Je ziet, het werkt in u die gelooft. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Dus de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat wil zeggen, van de kracht van de zonde. Hè? Of van een verkeerde lering. Je komt met het woord, en wat is daarvoor nodig? Dit is het woord, toch? Nou, hoe ontvang je het woord? Met alle toegenegenheid hoor je dat ontvangen, net zoals de Bereërs. En dat je je vernedert. Dit is God die spreekt. En dan kijk ik, dan zit ik dus fout. En dan, in dit geval, geloof ik dat het om die rechtszaken gaat. Twee broeders die rechtszaken tegen elkaar hebben. Dus bijvoorbeeld, ik heb met Maarten een rechtszaak. En een oneenigheid. Dan gaan we naar de rechter toe. Nou, dat kan natuurlijk niet. Wij geloven in de gemeente. Dat moet de gemeente tussen de broeders zelf oplossen. Ja? Nou, hij heeft dat geschreven. Dat voor de ongelovigen gaan jullie voor de rechter. En dan zie je, ze hebben ze zijn vermaand. Hij heeft ze gecorrigeerd en hij ziet effecten van. Hij zegt, ja, dat is waar. Dat kan toch niet? Zoek iemand uit de gemeente. En dat hebben ze gedaan. Want kijk, er is een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dus ze zijn
dat ze naar die rechtbank zijn gegaan, daar zijn ze van gered. Dat hebben ze niet gedaan. Dus dat heeft effect gehad, hè? Dan zeggen nee, dat kan inderdaad niet. Wij kunnen toch niet voor ongelovige zaken die in onze gemeente tussen broeders die spelen voor de rechter gaan laten voorkomen. Dat is onbestaanbaar. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Kijk, want zie ditzelfde dat gij naar God zijn bedroefd geworden. Hoe grote naastigheid heeft het waar in u gevrocht? Gods woord werkt in u die gelooft. Je hoort het woord en je wordt ervan bedroefd. Je erkent dat het woord gelijk hebt en dat jij iedereen gelijk hebt. En dan zie je, dan werkt het een ijverigheid in u. Dat is het effect. Gods woord dat werkt in u die gelooft. Ja, verantwoorden, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen te zijn in deze zaak. In deze zaak. Welke zaak? Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die ongerecht gedaan had. Dus iemand in de gemeente die heeft onrecht gedaan. Nog om diens wil die onrecht gedaan was. Zie je? En dat was de oorzaak die een zegt, ik ga een rechtszaak beginnen tegen hem. Hij heeft mij onrecht gedaan. En wat zegt Paulus? Ik heb het nog niet eens voor allebei gedaan, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Hier heb je ook weer zoiets, hè? Waar gaat het om? En daar, dus niet om die persoon, het gaat, er is hier iets aan de hand wat niet klopt. En dat moet je aanpakken. Je moet altijd opletten, de geestelijke strijd in de gaten houden. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hè? Maar tegen de macht en de overheden in de lucht. Nou, als je daarbij blijft en je houdt Gods woord als de standaard in de situaties. Wij geloven, en Jaap zei net ook al, dat in de situatie in mijn leven heb ik dat woord nodig. En dan zal het ook Gods genade in mijn werk en zijn werk doen. Dus het woord naar prediking, let heel goed op. En dat kijk ik vooral naar mezelf nu. Maar ook als je het zelf aan anderen verkondigt of het woord gebruikt. Dus let goed op wat je verkondigt. Ja, dat is heel belangrijk. Kun je niet zomaar wat zeggen. Ja, dat gaat niet. Dan gaan we mee naar Romeinen 10. 10 vers 14. Ja, het woord van God, dat werkt in u die gelooft. En oké. Hoe geloof jij? Ja? Romeinen 10. De hele context. Ik lees even Romeinen 10 vers, vanaf vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij in hem geloven, kijk, van welke zij niet gehoord hebben? Want ons onderwerp is het woord over het woord. Dus het woord zegt nu, je hebt het woord nodig. Je moet het eerst horen voordat je kan weten wat je moet geloven. Dat zegt hier ook. Hoe zullen zij prediken? Of wacht, hoe zullen zij in hem geloven in welke zij niet gehoord hebben? Het gaat even over Israël, maar het principe is hetzelfde. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten, degene die vrede verkondigen. Degene die het goede verkondigen. Nou, wat verkondigen wij? Vrede? Ja. Wij verkondigen het evangelie van verzoening. Waardoor mensen vrede met God kunnen krijgen, ja? Nou, dat is toch geweldig nieuws als jij onze voetjes allemaal, hè, dat die gebruikt worden om mensen vrede te verkondigen. Nou, dan heeft het over Israël, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Hè? Israël was een grotendeels afvallig. Niet elke Israëliet, er waren natuurlijk ook gelovige Joden, maar het volk als Israël in zijn totaliteit was natuurlijk niet gehoorzaam aan het evangelie wat toen voor hun was. Want Jesaja zegt ook, wie heeft het nou geloofd? Onze prediking. Dus er is gepredikt. Zo dan, kijk, is het geloof uit het gehoor, uit het horen en het gehoor door het woord van God. Dus ja, verkondigen, als je het woord verkondigt, dan ga je als het goed is geloof ook oogsten. Ja? Nou goed, gelukkig gebeurt dat wereldwijd nog steeds, ja? Dat het evangelie van Christus verkondigd wordt. Dat is hier voor je zonden opgestaan. Want dat is een Paulinische waarheid. En niemand wordt gered
buiten het evangelie, wat zijn zaligheid betreft, van Paulus. Absoluut. Want dat is degene die vertelt dat hij stierf voor je zonde is opgestaan, punt. En dan ben je gered. Dus dat wordt gelukkig niet alleen door ons verkondigd, maar door ook vele anderen. Dus iemand die zoekt met een gewillig hart, zeg maar, want het komt niet zomaar naar binnen waaien. Dus zoekt en gij zult vinden, toch? De mensen die, ja, of ze komen in omstandigheden, maar uiteindelijk gaan ze toch zoeken naar een oplossing. Want iedereen weet dat God bestaat, dat weet sowieso iedereen. Maar hij moet wel het juiste goede nieuws horen. En als je het goede nieuws hoort, ja, dan komt het geloof als het ware naar hem toe natuurlijk. Ik heb ook gezocht en wie allemaal hebben wij gezocht. En uiteindelijk heb je het gevonden. Dat je gered werd. En dan krijg je de tweede keus natuurlijk. Dan is het van, wat ga ik nou voor mijn dagelijks leven geloven? Dan moet je weer op zoek. Nou, wij hebben het gelukkig gevonden, toch? Ja? Maar je had ook bij hele andere leerlingen kunnen zitten. Of hebben ook gezeten. Dus ja, het is niet zomaar wat je ook wel eens hoort van, ja, en toen overviel me opeens iets en toen was ik, ja, overviel mij in vrede of een verschijning of ik, bijvoorbeeld een bekering, dat is natuurlijk heel belangrijk in de Calvinistische reformatorische theologie, de zwaardere dan, om het zo maar even te zeggen, dan moet je een soort bekering meegemaakt hebben, ja. Maar dat komt dan zomaar uit de hemel vallen, ja. Maar zo is het niet. Het geloof is door wat? Door het horen. Dus je kan niet zonder horen gered worden van het evangelie. Want je weet helemaal niet wat je moet geloven. Je moet geloven namelijk. Je moet weten wat je gelooft. En dan pas kan je gered worden. Dus ja, het komt niet zomaar. En je bent niet zomaar gered zonder dat je het evangelie hoort. Ik vind zelf Cornelius daar een mooi voorbeeld. Kijk in Handelingen. Handelingen 10. Wie was Cornelius? Nou, dat is een heiden, hè? Cornelius was een heiden. Kijk in vers 2. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis. En doende vele aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik vreesde God ook. Ja? Maar toch, ik was niet gered. Maar je weet ook dat God bestaat. Ja. En als je niet beter weet, dan ga je misschien bepaalde dingen doen waarvoor je denkt, zo kan ik hem misschien wel vinden, of moet ik hem benaderen. Maar hij was in ieder geval, je ziet, hij vreesde God en hij deed vele aalmoezen aan het volk. Aan het volk Israël wel te verstaan. Nou, kijk in vers 22. Zie je het ook staan. En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man, een vrezende God. En die een goed getuigenis heeft van het ganse volk de Joden. En die heeft een openbaring gekregen van een engel. God heeft natuurlijk dit gebruikt bij Cornelius, vanwege later bij de apostel Paulus, als Petrus begrijpt, oh wacht, inderdaad, het evangelie is nu naar de heidenen gegaan, via de apostel Paulus. Maar dit was Cornelius, dus hij was zoekende en hij vreesde God. En in vers 30 zie je, Cornelius zeide, over vier dagen geleden, was ik vastende tot deze uren toe. En ter negende uren bad ik in mijn huis. Zie je, dat was Cornelius, ja? Hij bad en hij vastte. En hij deed wat hij dacht dat hij moest doen. En toch was hij nog niet gered. Toch was hij niet gered. En Petrus wordt erop afgestuurd. En als we kijken, verderop in vers 44. In vers 42 zie je dat Petrus spreekt. In vers 43 spreekt Petrus ook over dat ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Nou, Cornelius, die geloofde dus, want je ziet onmiddellijk, toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Zie je dat? En daarvoor dus niet, hè? Want als je gered was, had je de Heilige Geest namelijk. Dus Cornelius, die op dat moment, daarvoor hij was zoekende, ja, hij had een willig hart, zeker. Dus, en dan komt Petrus met de waarheid van het evangelie, alleen God onderbreekt hem, we weten waarom. Want hij eindigt gewoon met, als je in hem gelooft, ontvang je vergeving van zonde. Dat is precies wat Paulus ook hoorde van de Heer Jezus. Dat als de Heer Jezus zegt, dat die eeuwig leven zullen vervangen door het geloof in mijn naam.
Punt. En Petrus had natuurlijk verder gegaan. Hè? Dan moet je gedoopt worden met water. Maar God, pat, die stopt ermee. Dus, en Cornelius, die weet alleen maar dat. En hij gelooft. En hij ontvangt de Heilige Geest. Wordt gered. Dat zie je dus. Hij hoorde nu wat hij moest geloven. Daarvoor was hij godzoekende. En dan was hij, zou kunnen zeggen, een religieuze man. En hij dacht het op die manier te vinden. Maar hij was zoekende. Maar dit is nu het evangelie waardoor je gered wordt. En Cornelius geloofde het. Hij hoorde het, geloofde het. Kijk in 11 vers 17. Petrus die moet het uitleggen aan de Joden. Dat hij bij een heide gegeten heeft. En dan zegt hij, indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft, de Heilige Geest, als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben. Wie was ik toch die God kon weren? Hij wist, hé, wij geloofden in de Heer Jezus. Wij ontvingen de Heilige Geest. Hij ontving de Heilige Geest ook omdat hij hoorde het evangelie en hij geloofde het. In 15 vers 7 bevestigt Petrus dat ook nog een keer. 15 vers 7. Dat gaat over de hele opstand, over dat je moet besneden worden, dan zou je niet zalig worden. Je hebt ook weer zoiets, hè? Dan komt een enorme opstand vanwege een Bijbelse waarheid van de genade-evangelie in het geding is. Want wat is de waarheid van het evangelie? Dat je moet geloven dat Christus hier voor je zonde is opstaan. Punt. Dan ben je gered. En er kwam een enorme opstand. Ik vergelijk het echt ook met wat we nu meegemaakt hebben. Het was echt een slagveld. Nou, en dan zie je ook met Petrus die op een gegeven moment ook in het openbaar door Paulus vermaand wordt. Toen was er ook een waarheid van in het geding. Hij zegt, Paulus vermaande hem in het openbaar. Hij zegt, en weet je waarom? Opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Maar Paulus stond helemaal alleen. Want Barnabas werd zelfs van hem afgetrokken. Ja? En dat is nadat Petrus nog dit gezegd heeft. Dus zie toe dat ga je niet vallen. Want Petrus zegt hier in vers 7, en als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen, grote twisting, dat gaat dus over het punt van de besnijdenis. Ja, de Joden, die wisten niet beter. Maar onder het evangelie van Gods genade is dat niet zo. Dus Paulus en Barnabas en Titus, die was er ook bij, en Timotheus volgens mij ook, die kwamen daartegen in verzet. Er kwam een enorm verzet, opstand. Hé, wacht eventjes. En toen daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Zie je, dat principe geldt altijd. En dan kom je natuurlijk niet in discussie, maar dan kan je denken, ja, maar er zijn toch heel veel mensen die het niet gehoord hebben. Wat gebeurt daar nou mee? Ja, nou, ik heb toevallig daar een studie over liggen. Ja, nou ja, daar ga ik nou niet, laat ik nou niet op dat pad gaan, ik blijf hierbij. We gaan mee naar Efeze 1 vers 13. Maar het feit is in ieder geval, ja, je kan ook niet alles begrijpen trouwens, hè? En, of je hebt nog geen licht. Maar even, het is wel duidelijk. Geloof door het horen en het horen door het woord. En wij moeten het juiste woord aan de mensen geven, waardoor ze kunnen geloven. En dat is niet alleen om gered te worden, ook niet om gered te blijven, want dat weet je, maar dat is om gered te worden. Maar ook het woord horen, het juiste woord, ook om godzalig voor God te kunnen leven. Dan heb je ook het juiste woord nodig. Dan kan je moet weten wat je moet geloven. De meeste van ons hebben, ja, jij bent gelijk in de genadeboodschap, hoe zeg je dat? Helemaal doordrenkt. Je hebt gelijk niks anders gehoord. Je hebt geen achtergrond. Maar als je naar een gemeente komt, een andere kerk, dan heb je natuurlijk allemaal andere leerlingen gehoord. Die allemaal afweken. En toen heb je dat ook geloofd, dat je dacht van ja, dat was het dan. Maar het was een verkeerd geloof. Snap je? En nu weet je dus, het is belangrijk dat je ook weet wat je moet geloven voor vandaag. Nou, wij weten dat. Hè? Dat is de apostel Paulus in zijn brieven. Nou, gaan we mee naar Efeze 1 vers 13. Efeze 1 vers 13. We kennen die tekst natuurlijk heel goed, Hees. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, zie je dus die volgorde weer staan, nadat gij het woord der waarheid, nou, dit is het woord der waarheid, de hele Bijbel, maar dan gaat dit nog iets dieper op in, namelijk het evangelie van uw zaligheid, dus het evangelie van uw redding, gehoord hebt.
Nou, omdat Paulus dat zegt tegen het lichaam van Christus, en we weten dan van Paulus natuurlijk het evangelie van uw zaligheid. Dat is 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Ja? Dat is het evangelie van je redding. Dat heb je gehoord, dat vertellen wij aan mensen, veel mensen. Ik heb het ook aan veel mensen verteld. Dus vele mensen hebben het ook gehoord. Alleen, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt. Zie je het? Dus ze horen het, en dan komt jouw punt. Dus ook met de leer van, ja, je bent van tevoren uitverkoren dat jij gered wordt of niet. Dat is ook een heel, heel raar iets, want ja, hoe kan dat nou? Je moet eerst evangelie horen, en dan moet je het geloven, en dan word je gered. Of het evangelie, ja, iemand dan kan men zeggen, ja, het evangelie, hoe je zegt het ook weer, het geloof wordt jou gegeven. En dan ga je dus, dan ben je gered. Nee, het evangelie wordt eerst aan een ongelovige verteld, die hoort het, en dan kan hij het pas geloven. Of dan moet hij gaan geloven. En dan zie je ook, nou ja, dan word je, nadat jij geloofd hebt, verzegeld de Heilige Geest de belofte. Dus ja, je moet het horen en dat is de inhoud van het evangelie. En als je het gelooft, dan word je zalig. En voor je dagelijks leven word je zalig van ja, allerlei verkeerde dingen in je leven. Verkeerde emoties, droefheid, verkeerde leringen met al zijn effecten natuurlijk. Nou gaan we mee naar Johannes 12, vers 48. En dan zijn wij zalig. We hebben geloofd, we hebben het gehoord en we hebben het geloofd en we zijn zalig geworden. Want, Johannes 12, vers 48, het woord over het woord... Christus spreekt ook over het woord. En hij spreekt over de woorden van God. Hij spreekt over de woorden van hemzelf. Johannes 12, vers 48. En dat zal de mensen oordelen. Johannes 12, vers 48, wat zegt hij daar? Even kijken. Ik lees 44 ook even. Jezus riep... En zeiden, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. Dus geloof je dus in de Vader. Zie je, het geloof in Christus, het kan nooit zonder het geloof in de Vader. Dus altijd, je moet geloven dat God is. Nou, en dan natuurlijk zijn zoon. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus in zijn gebed. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En zijn zoon, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Dat was toen zo en dat is bij ons ook nog zo. Nou, en die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Dus die, als je Christus ziet, heb je ook de Vader gezien. Ik ben een licht in de wereld gekomen, omdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld een zaligmaker. Hij kwam in eerste instantie naar de wereld om te sterven. Ja? Om mensen te kunnen om te weg te bereiden dat ze gered kunnen worden. Maar dan zegt hij, die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, dus niet gelooft de woorden van de Heer Jezus, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want ik heb uit mijzelf niets gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo gelijk mij de Vader gezegd heeft. Christus en de Vader zijn één. En Christus zal zo meteen zitten op de witte troon. En wat zal de standaard zijn waarop hij de mensen mee oordeelt? Dat is het woord van God. Gaan we in Romeinen 2. Romeinen 2. Je ziet wat hij zegt, hè? Over de woorden die ik spreek. De woorden die ik spreek zijn ook de woorden van de Vader. God, de Vader, heeft het oordeel aan zijn Zoon gegeven. En weet je, dat vind ik zoiets geweldigs. Want Christus was niet alleen God, maar hij was ook mens. Ik heb het vaker gezegd. Hè? Als je iets tegen iemand zegt, dan kan hij zeggen, ja, wie ben jij om mij te oordelen? Dat wordt vaker gezegd. Want jij mag niet over mij oordelen, want kijk naar jezelf. Ja, je bent zelf ook een zondaar. Maar dat kan je tegen de Heer Jezus Christus niet zeggen. Hij is een mens geweest, hij heeft zonder zonde op aarde geleefd. En hij heeft dus alle recht om mensen te kunnen oordelen. Want hij heeft namelijk de wet gedaan. Dus niemand kan hem beschuldigen. En Paulus zegt ook in Romeinen ergens, dat God gerechtvaardigd wordt wanneer gij geoordeeld wordt. De mensen zullen, voor de grote witte troon zullen zij gaan, wat gaan mensen doen als ze beschuldigd worden? Nou, kijk naar de rechtszaken. Ik heb er bijna nooit een gehoord die zegt, ja, ik heb het gedaan en sluit me maar op. De beste advocaten worden ingehuurd en ze proberen één ding, dat is vrijkomen. En er worden van allerlei dingen bijgehaald, allerlei...
excuses, rechtvaardigingen om aan te tonen, nou ja, of hij was niet toerekeningsvatbaar. Nou, jullie kennen de verhalen, ik hoef jullie niet te vertellen. Waardoor die straf niet zo is, maar zo of helemaal niks. En dat gaat voor de grote witte troon exact hetzelfde. Zoals ze daar ook zeker doen voor Christus. Maar hij zegt, ik heb mijn woorden hier. Heb je ze geloofd? Zo niet, dan word je geoordeeld. En Romeinen 2, vers 16. Nou, hij zegt dus in vers, waar staat het? Vers 6. Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Dat is het principe van God. Nou, wees maar blij dat wij, wat Paulus in Romeinen 3 op een gegeven moment zegt, al hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Ja, door de verlossing, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij hebben genade nodig om gered te worden. En die geeft hij, en dat kan hij doen, vanwege het kruis. Ja, maar God is iemand die vergeldt aan ieder naar zijn werken. Dus in vers 7, als je volhardt in goed doen, krijg je eeuwig leven. En in vers 8, dus als je tegenovergesteld doet, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Ja, zo is het. Nou ben ik blij dat Christus dat voor mij, die verbolgenheid en toorn, hè, God heeft niet dit gedaan, hè, door de vingers gezien. Nee, hij heeft verbolgenheid en toorn heeft hij van mijn zonde, die heeft hij vergolden op zijn zoon. Als ik dat niet had geloofd, dan had ik zo voor de witte troon gestaan en dan had ik dat gekregen. Verbolgenheid en toorn, hè. Er staat in de Bijbel, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk is het. En dat heeft de Heer Jezus, de tweede dood in zijn ziel, heeft hij ondergaan. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heer met hoofdletter de Vader, verbolgenheid en toorn te vergelden op zijn zoon, die eigenlijk voor mij was. Heb je aan zijn eigen zoon gedaan. Nou, dan kom je voor de grote witte troon. Christus zegt, als je mijn woorden niet gelooft, mijn woorden zullen jullie ten oordelen die dag. En in vers 16 zie je staan, in de dag wanneer God de verborgen dingen de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. De verborgen dingen, ja. Want waar heeft het zijn oorsprong wat je alles doet? In je hart. Je hart. Wat je doet, dat is een uitvloeisel. Je kan dingen wel niet doen. Je kan misschien wel nooit vloeken, maar misschien wel als je een keer heel hard op je duim slaat, dat je het niet zegt. Maar wat denk je dan? Bijvoorbeeld. Of overspel. Nee, ik heb nooit overspel gedaan. Nee, fysiek misschien niet. Maar we weten allemaal, in je hart kan dat wel. Dus de verborgen dingen zullen geoordeeld worden. Of waarom mensen dingen gedaan hebben. God kijkt naar het hart, naar de motivatie. En is dat geleid door Gods woord? Of is het door je eigen vlees? Nou, als je voor de witte troon staat, je weet als je niet gered bent, alles wat je doet, ook al doe je nog de mooiste goede dingen, goede werken. Dat is natuurlijk, ik heb liever iemand, een buurman die zijn best doet om goede werken te doen, als dat ik een zware crimineel naast me heb, zeer zeker. Maar als die goede man Gods geest niet heeft en die ander niet, dan staan ze allebei naast elkaar op de grote witte troon, hoor. En dan worden ze geoordeeld. En dan zegt Paulus hier, God zal de verborgen dingen van de mensen oordelen, hoe? Door Jezus Christus, want hij zit op de witte troon, naar mijn evangelie, in overeenstemming met mijn evangelie. Nou, wat is nou de kern van het evangelie wat dit betreft van Paulus? Dat is geloof. Heb jij geloofd wat ik zeg? Want er staat ook dat in de Poel de Suus, wel hier gaan erheen, staat ook de ongelovigen. Ze hebben het niet geloofd. Nou ja, en als je niet gelooft, nou ja, dan weet je, dan is alles mogelijk. Dus dat is dus de woorden van de Heer Jezus Christus. Die waren natuurlijk ten tijde van de evangelie, waren het die woorden die hij daar sprak toen hij daar rondliep. Maar in principe blijft het ook altijd hetzelfde. Hè? Uiteindelijk zegt hij, het zijn niet mijn woorden, maar het zijn de woorden van de Vader ook. Dus in het Oude Testament had je Heer Jezus Christus niet. Maar wie toen Mozes niet geloofde, om wat hij toen leerde, hij verkondigde de leer van God met de wet en alles. En de wet leert wat je moet doen. En ook de offers. Wat doet geloof? Dat doet het.
En Paulus, die heeft dat openbaar gemaakt. En dat is de standaard die God zal hanteren. Want je hebt ook de, weet je, die fariseeën, die deed ook de offers. En was onberispelijk. Paulus zegt ook, ik ben onberispelijk, toch? Ik heb alle credentials. Ik ben van de een hechte Hebreeër. Hij was gewoon de top van de top. Naar de wet was hij onberispelijk. En toch had hij zo de hel ingegaan. En die arme man, of weet je nou, de fariseer en de tollenaar. Ja? En die was gered. Dus zo is het. En het is het geloof. Ze deden allebei de werken. De fariseeën deden het. Kijk eens wat ik doe. Daarom doe ik het, ja? Goede werken doen. En de ander, die deed het puur uit geloof. Die wist, ik ben een zondaar. Nou, en die dat erkennen, ja, die zijn ook behouden en die zullen niet geoordeeld worden. Dus ja, iedereen weet natuurlijk dat hij schuldig is. Ja? Want als je in Romeinen 1 vers 20 kijkt, zijn onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. En in vers 32, de welke daar zij het recht Gods weten. Iedereen weet dat. Iedereen weet het recht van God. Wat is recht? Nou, je hebt de rechter, je hebt de rechtbank. Iedereen weet wat recht is en wat krom is. Over de morele dingen dan. En dat zijn de 10 geboden, behalve de Sabbat. Niet stelen, geen overspel, niet liegen, je mag niet doden, al dat soort dingen. Dat weet iedereen. Namelijk dat degene die zulke dingen doen, in die vers daarvoor, dus die allemaal zondige dingen, des doods waardig zijn. Dus iedereen weet het recht van God. En als je dat doet, dan verdien je maar 1 straf bij God, dat is de dood. Dat weet men dus. En ook, men is niet te verontschuldigen, ze weten dat God bestaat. Oké, nou dat kunnen wij aan de mensen vertellen, ja. Maar dan kom je natuurlijk met het evangelie, je gaat mee naar Romeinen 3. Dus wat zijn nu de woorden van de Heer Jezus, ten tijde toen hij daar op aarde liep, was dat natuurlijk, onder de wet was het de wet. Ten tijde van Christus was ook nog de wet, plus het feit dat hij er was, hij is de Messias, en ik ben de Messias van het volk. Ik kom voor jullie. Ik ben jullie koning. Dat hebben ze niet aangenomen. Hij is gestorven. Maar ze kregen de kans om het weer aan te nemen. Dat waren de woorden. Ze worden gedoopt in de naam van wie? Van Jezus Christus. Dat moest je geloven. Ze spraken namens Christus. Paulus spreekt nu over de gezonde woorden van wie? Van Jezus Christus. Dus wat zijn nu de woorden van Jezus Christus? Dat is het evangelie wat Paulus in zijn brief heeft opgeschreven. Dus dat moet je nu geloven. Geloof je dat niet, dan word je niet gered, dat is één. En dan voor je dagelijks leven, dan mis je ook de kracht natuurlijk. Maar dat zijn nu de woorden. En dat evangelie, kijk, dat is, ja, dit is het hart in Romeinen 3 vers 23. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Iedereen. En worden om niet, dat is vrijelijk, gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is het evangelie. Zo word je gerechtvaardigd. Puur uit genade. En de verlossing zit dus in een persoon. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid van God. Dus voor Paulus, voor het kruis, tot Adam toe. Dat bloed heeft een terugwerkende kracht. Ja? Toen was het met schaduwen, maar hier hebben we de werkelijkheid. En dat bloed, daar gaat het in feite om. En God wist dat. Maar zij hebben, kijk wat zegt hij, oordelen naar mijn evangelie. Wat is het evangelie? Het is dat je wordt door geloof gerechtvaardigd. De gelovigen hebben dat dus gedaan toen de tijd. Zonder dat ze wisten, ja, het bloed van de stieren en bokken kan geen vergeving schenken. Zij geloofden, dat wisten ze niet. Ze geloofden dat ze moesten dat doen. Klaar. Nu moet je natuurlijk niet gaan doen. Nu moet je geen stier gaan slachten, want door dat bloed krijg je geen vergeving. Maar goed, maar ze deden het in geloof. En dan zie je ook in vers 26, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, kijk, in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zijn en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus. Geloof van Jezus, hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik kom om uw wil te doen. Hij is in de gehoorzaamheid des geloofs naar het kruis gegaan. En dat heeft hem zijn leven gekost. Nou, dus dat is ook in deze tegenwoordige tijd.
Het gaat om het geloof in wat God zegt. En dan zien wij in vers 28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Dus na mijn evangelie, dat is dat je wordt altijd door het geloof gerechtvaardigd zonder de werken der wet, zegt Paulus nu, hè. Dat is ook zo. Het gaat om het geloof. Het is nu zeker het geloof alleen. Maar kijk, als je in vers 31 ziet staan, doen wij dan de wet niet door het geloof, dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. De wet zocht ook geloof bij de mensen. De fariseeën, die zei, die deed het niet met geloof. Een gelovige, die deed het wel, met een gelovig hart, omdat hij wist, ik ben een zondaar nodig, en ik heb dat bloed nodig, oh, wees mijn zonde genadig, die genade, hoe zeg, de genadestoel, de ark met het deksel, met het bloed dat erop gesprengd wordt, een verzoendeksel, ja. Dat heb ik nodig voor mijn verzoening, voor mijn redding. En dus bracht hij die offer ook in dat geloof. Zonder dat hij wist wat wij nu weten. Dus de wet, nee, dit is altijd geloof geweest. Want onder de wet moest je ook geloven. Ja? Want als je het niet deed, dan ging je gewoon verloren. Zo simpel is het. Dus ja, Hebreeën 5 vers 13. Dat is dus de woorden van de Heer Jezus Christus. De woorden van God in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, nu in de bedeling der genade en straks, ja. Het gaat in essentie altijd dat je gelooft wat Hij zegt. Nou, wij leven nu in de bedeling der genade. Dus wij luisteren naar die woorden voor de gehoorzaamheid des geloofs van ons voor vandaag. En ook via die woorden lezen wij de hele Bijbel. En God geeft ons ook verstand. Want wat ik nu net zei, dat wisten ze daar toen helemaal niet. En heel veel gelovigen weten nu nog niet, omdat ze niet exclusief Paulus als een apostel beschouwen. Maar dat ze dus ook niet de juiste inzicht en kennis krijgen in het Oude Testament, hoe het toeging. Want ik weet nog ook wel, toen ik voordat ik dit net leerde kennen, toen dacht ik, ja, maar hoe ging het dan in het Oude Testament met die gelovigen? Hoe werden die dan gerechtvaardigd? Als hij nu zegt, zonder de werken de wet, dat snapte ik toen niet. En toen Paulus ging lezen, toen ging ik het begrijpen, toen snapte ik het. De woorden van de Heer Jezus Christus aan de apostel Paulus geopenbaard. Nou, Hebreeën 5 vers 13. De laatste voor vandaag in dit gedeelte. Hebreeën 5 vers 13, wat zegt hij daar? Want een iegelijk, nou, ik lees vers 11 even toch ook mee. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden God. Over de woorden God. En gij zijt geworden als die melk voor nodig hebben en niet vaste spijzen. Nou, we weten het, hè? Vorige week heb ik die tekst ook nog aangehaald. Over je hebt de geestelijke mensen, je hebt de vleeselijke en je hebt de jonge kinderen in Christus. De baby's. Een baby drinkt melk. Dus een gelovige, hij zegt hier ook, ja, jullie kunnen geen vaste spijs verdragen, want alleen maar melk. Vaste spijs kun je nog niet verteren, net zoals kleine kindertjes. Of een babytje kan ook geen vaste spijs verteren. Het is allemaal vloeibaar wat hij drinkt. Dus dat doe je ook niet. Later wordt hij groter, dan ga je natuurlijk vaste spijs geven. Dat zien wij natuurlijk met onze kleinkinderen natuurlijk ook. En bij jullie, dan zie je dat allemaal. We hebben het met onze eigen kinderen gezien. We weten het allemaal. Maar dan zegt hij, maar voor gelovigen dus hetzelfde, want een iegelijk die de melk deelachtig is, kijk, die is onervaren. Een klein kind die de melk deelachtig is, die is onervaren. Jij moet die nog alles vertellen hoe of wat. Nu praten ze nog niet zo om te gaan, nou, Aubrey die begrijpt al meer en meer. En het wordt meer en meer. En dan worden ze onervaren. Kijk, maar in geestelijke zin, de gelovige kinderen van God, kijk, die nog alleen aan de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Kijk, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze. De volmaakten, dat zijn de volwassenen in het geloof. Die kunnen wel vaste spijs verdragen. En Paulus zegt tegen de Korintiërs, ja, ik heb alleen maar verkondigd jullie Christus en die gekruisigd. En verder ga ik niet, want jullie zijn zo vleeselijk, jullie kunnen dat helemaal nog niet bevatten. En in 2 Korinthe 12 heeft hij ook gezegd, ik heb een openbaring, maar die ga ik aan jullie nog niet vertellen, mag ik ook nog niet uitspreken. En dat heeft hij later met de Efeze, heeft hij natuurlijk die verborgenheid verder geopenbaard, maar niet aan de Korintiërs. En dan zie je, de volmaakte is de vaste spijs die door de gewoonheid der zinnen geoefend hebben, dus door gewenning. Ja, het is, je hebt hele goede gewoontes,
Een goede gewoonte is gewoon dat je elke dag de Bijbel leest. Daardoor oefen jij je zin. Het is net als met voetbal. Ik ging elke week ging trainen met voetbal. Dat was oefenen, oefenen, oefenen. Steeds beter om, ja, voor de ene om de bal in doel te krijgen, of de ander om een goede keeper te zijn. Maar oefenen, oefenen, oefenen. En dat doe je met het woord lezen ook. Dan oefen je je zinnen. Hier ook. Waar zit het in jou, bij ons? De zinnen. Wordt niet weer gelijkvormig, maar wordt vernieuwing door wordt veranderd door de vernieuwing van je gemoed, van je zinnen. Kijk, en wat is het resultaat? Tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Dus ja, het woord van God zorgt voor groei. Door gewoonte krijg je ervaring. Dus je moet het blijven lezen en dan word je volwassen. Nou, het resultaat is dus dat je kan onderscheiden, als je even over bij het eten blijft, met eten of goed eten is of dat het bedorven is. Tegenwoordig, nou, de jonge lui die hebben bijna helemaal geen onderscheid meer of iets nog goed of niet goed is met melk bijvoorbeeld. We pakken uit de koelkast, wat doen ze? Oh, is niet goed meer, de datum zegt. Ja, dat is dus, dan kun je dus niet onderscheiden of het nog goed is of met eten. Afgelopen week, terwijl Paul wat eten voor me bewaard en wij zaten hier even te praten. En opeens loopt naar de keuken en wil het opwarmen, zat er zo'n vlieg op. Zo'n groene. Een gewone vlieg vind ik vies, maar zo'n vlieg allemaal. Ik denk, wat zou we nou doen, joh? Ja, je weet niet hoe lang, misschien heeft hij maar even op gezeten. En dan denk ik aan landen waar ook allemaal vliegen op zitten te eten en gaat hij gelijk dood. Weet je, ik ben op zich heel makkelijk, hoor, daarin. Maar toch had ik een beetje, weet je wel. En dan ga je, dan denk ik, nou, we gaan toch even kijken voor de aardigheid even op Google, want je kan alles vinden. Nou, dan zie je alle, ja, de een zegt nee en de ander zegt dat, dan hoor je ook weer niet wijzen. Dan denk ik, nou ja, nee, hoppakee, we gaan het een beetje oppakken en gewoon gegeten. En dus ik leef nog steeds, sta hier nog steeds, een paar dagen geleden, dus. Ja. Maar zo heb je met eten dus ook, hè, het proeven. Ja, van, is het nog goed? Of dit was nog goed, want het was smiddags gemaakt. Dus het had een paar uur tussen gezeten. Maar je snapt wat ik bedoel, waar het om gaat. En dan krijg je dus het onderscheiden, als je ervaren bent in je zinnen, wat goed is of niet, wat bedorven is. En als we nou denken aan de leer, bijvoorbeeld. Ik hoop dat ook iedereen geleerd heeft van de afgelopen 2 weken. Wat er allemaal gebeurd is. Waar is het onderscheid van goed en kwaad? Zuster Paula uit Enschede, die ging het allemaal nog eens een keer goed bekijken. En die had, pats, zo het onderscheid te pakken. Dat is echt heel bijzonder. Omdat je moet blijven bij of het goed of kwaad is, of wat daar verkondigd, of het woord goed of kwaad is, of niet. Dat is belangrijk. En dan krijg je dat zelf. Dus als jij geoefend bent in de leer, hè, doordat je dit toepast, en niet een jong kind bent in Christus, maar een volwassen geestelijke gelovige. Vroeger dacht ik ook, ik moet al die leerlingen moet ik weten. En ook alle verkeerde dingen. Ik wilde alles over yoga weten, ik wilde alles over New Age weten, ik had allemaal boeken. En dan wist ik, dat is helemaal niet goed. In Amerika had je vroeger iemand die controleerde valse biljetten, en die kende, hoe ging dat nou ook alweer? Je hebt nu ook echtheidskenmerken. Nou, er stond pas ook een stukje over in. Nou, dat iemand, als je die echtheidskenmerken goed kent uit je hoofd, dat je die weet, nou, dan haal je al die valse biljetten er gewoon uit. En bij ons ook zo. Als jij dus je zin hebt geoefend en je weet de leer, de gezonde leer, dan krijg je zelf het onderscheidingsvermogen of iets klopt of niet. Ja? Nou, en dat is wat voor ons belangrijk is, en ook een oproep, als we het hebben over het woord, maar in dit opzicht, dat de woorden van God, ja, dit is de hele Bijbel, maar we hebben natuurlijk te maken ook met leerlingen die ook uit de Bijbel zijn, maar niet voor ons zijn, of ze worden totaal verkeerd uitgelegd. Dus cruciaal is dat wij exact weten, dan, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En alles wat zich aandient, dat jij het onderscheidingsvermogen hebt. Of het goed of kwaad is. Is het goed eten of is het bedorven eten? Nou, als ik geweten had dat het bedorven was, dan had ik het natuurlijk niet gegeten. Maar een klein kind, wat doet hij? Hij ziet het bord,
Ja, als je er 100 vliegen op gezeten, wij spreken, die gaan gewoon eten. Want die hebt het onderscheidingsvermogen niet. Dus geestelijk gezien, wordt volwassen. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor de blijdschap die het evangelie geeft. En dat wij weten, uw kinderen zijn, want het bloed van uw zoon is gevloeid voor ons allemaal. En wij hebben dat in het geloof aanvaard, Vader. En wij danken u ervoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.